Kan shalom, all praise to Yahweh, Bashim Yoshai, Bashim Kakadash, double honors to the apostles and elders of Great Millstone, and salutations to the whole Philalex, pushing his truth to safety. Dit is wordt een Yasha Allah Bijbeles, deel 18. Draconische wetgeving. Dit is in RTL Nieuws, VVD, geen prik, geen geld. De VVD wil dat het kabinet onderzoek gaat doen naar harde maatregelen tegen ouders die niet willen inenten. De partij deed inspiratie op in Australië. Dat land hanteert de regel geen prik, geen geld. Mensen die zich niet vaccineren worden gekort op kinderbijslag of andere toeslagen. Kamerlid Heike Veldman wil weten of die aanpak werkt en wenselijk is voor ons land. Al hoopt de VVD dat verregaande maatregelen als deze uiteindelijk niet hoeven te worden toegepast. De dalende vaccinatiegraad vindt de partij zeer zorgelijk. Dus men is nog steeds bezig met methodes om mensen zo ver te krijgen tot het overgaan van het vaccineren. En daarom spreken we ook over draconische wetgeving. En wat betekent het op het moment dat we spreken over draconische wetten? De wetten van Draco. De wetten van Draco, oud-Grieks. Draco is een wetgever. De term draconisch bewerken. Bron bewerken. De wetten van Draco waren van een spreekwoordelijkheid streng. Een strengheid. Dus men gaat nu... Men gaat drastischer optreden tegen de mensen om ze zo ver te krijgen tot het overgaan, tot het vaccineren. Men gaat meer pressie, meer tirannie uitoefenen op de mensen. En een van de manieren is de mensen financieel inkorten op datgene wat zij dus krijgen op hun inkomsten. Ik zeg draconisch, zeer streng. Hier, streng en drastisch. En dat is wat ook in de scripties wordt aangeduid. Van, dit is wat je kunt verwachten van de heersers in dit systeem, in dit stelsel, in deze koninkrijk. Het boek van Openbaring, hoofdstuk 13, vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde komen. En het had twee hoornen. De twee hoornen refereren naar de Republikeinen en de Democrats, de Democraten. Hier in Nederland heb je andere politieke stromingen. Ik zal het even erbij pakken. Kijk, in Nederland heb je de sociaaldemocratie. Sociaaldemocratie is een stroming die streeft naar gelijke kansen voor iedereen. Een gelijkmatige verdeling van bezit en sterke posities van zwakkeren in de samenleving. Volgens hun moet de overheid veel invloed hebben in de samenleving. Deze stroming is sterk gericht op het verbeteren van de sociaal-economische en maatschappelijke positie van de lage en middenklasse. Sociaaldemocraten gaan vaak samen met linkse partijen. De PvdA is hier een voorbeeld van. We hebben dan nog de christendemocraten, de christendemocratie. De christendemocratie is een stroming die zich baseert op de Bijbel, de christelijke traditie en de principes van democratie. De christendemocratie staat eigenlijk in het midden tussen de rechtse liberalisme en het linkse sociaaldemocratie. Het CDA en de ChristenUnie zijn hier voorbeelden van. Vervolgens heb je het liberalisme. Het liberalisme is een politieke stroming die zich... Die streeft naar een zo groot mogelijke vrijheid van ieder mens. Liberalen willen juist zo weinig mogelijk inmenging van de overheid. Zij vinden dat iedereen voor zichzelf kan zorgen. Het liberalisme gaat vaak samen met rechtse partijen. De VVD is hier een voorbeeld van. Dus wat je krijgt is een linkse stroming en je hebt een rechtse stroming. En dan hebben ze zogenaamd het christendemocratie hebben ze ertussen gezet. Zodat elke behoefte zogenaamd behoeftigd kan worden in dit politiek stelsel wat ze hebben opgezet. Waar ik niet in geloof. Dit is opgezet om de heersers te dienen. Dit is enkel opgezet om de mensen het gevoel te geven dat ze inspraak hebben. Maar er wordt niet gehoord, er wordt niet geluisterd naar wat hun vinden of wat hun... Er wordt geen waarde gehecht aan hun belangen. Dus het zegt, ik zag een ander beest uit de aarde komen en het had twee hoornen.
des lams, hoornen gelijk en het sprak als een draak. Dat zijn de twee kanten, links en rechts. En hetgene wat ze doen is, ze zullen spreken en ze zullen uiteraard ook spreken naar de mond van de burgers. Je het gevoel geven dat ze daar staan voor jou. Maar ze staan daar niet voor de burgers, ze staan daar voor de mensen die zij dienen. Ze staan daar voor hun baas, zo te zeggen. Psalms 55 vers 22. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar deze zelf zijn blote zwaarden. Dus hetgene wat we gaan zien is een politicus of politici hebben altijd de juiste woorden paraat om de mensen in te palmen of hun hoop te geven of hun dan wel zogenaamd goede begeleiding te geven. Terwijl zij dan niet, zij vertegenwoordigen het volk niet. Ze noemen zichzelf volksvertegenwoordigers, maar ze vertegenwoordigen de elite, de heersers op deze aardbodem. Die agenda wordt uitgewerkt met daarbij het gevoel geven aan het volk dat zij het volk vertegenwoordigen. Het boek Psalmen hoofdstuk 94 vers 20. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u verzelschappen die moeite verdicht bij inzettingen? Dus de vraag die nu wordt gesteld is, zal dit koninkrijk die zo te werk gaat met deze regelgeving, met deze manier van voordoen alsof zij werkelijk waarde hechten aan de wetten in de Bijbel, terwijl ze alles uitvoeren volgens hun eigen protocol of hun eigen standaard, zal dit koninkrijk zich samen voegen met het koninkrijk van de Almachtige Vader. En dat gaat niet gebeuren, want hetgene wat hun doen is, zij drukken of stuwen de mensen naar wat zij willen vervolgens door middel van inzettingen. Wat zijn inzettingen? Inzettingen zijn geboden, beschikkingen, regels. Regels die zij wetgeving, die zij vestigen om vervolgens het volk te kunnen krijgen waar zij het volk willen hebben. En daarbij zijn ze op zeer slinkse wijze gaan ze te werk. Kijken ze van hoe kunnen ze mensen treffen op het meest efficiënte manier treffen. Zodat mensen toch overgaan tot het nemen van datgene wat zij willen dat jij neemt. En een van de manieren is dus inkorten op kinderbijslag, inkorten op toeslagen. En waarom? Omdat dit is een directe aanval op ouderschap. En de meesten die het hardst worden getroffen zijn moeders, ja, alleenstaande moeders, in veel gevallen zijn het alleenstaande moeders die door dit getroffen gaan worden. En wetende hoe het kwaad aan het werk gaat, zien wij weer hoe het kwaad te werk gaat. Want wat heeft de serpent, wat heeft de slang gedaan op het moment in de tuin van Eden? In de tuin van Eden is het de serpent, de slang die ten eerste direct een aanval legde op de vrouw. Hij viel niet de man aan, maar hij viel de vrouw aan. Waarom vrouw? Omdat vrouw is het zwakkere van de beide geslachten. Dat is de reden waarom de vrouw werd aangevallen. En dat is wat nu weer in het systeem gebeurt. Genesis hoofdstuk 3. De slang nu was listiger dan alle gedierte des volk of des velds, het welk de Heere Jehovah Almachtige gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, Eva, is het ook dat de Almachtige Vader gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hof? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hof zullen wij niet eten, al zullen wij eten. Maar van de vrucht des boom die in het midden des hofs is, heeft de Almachtige Vader gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Dus de Almachtige Vader heeft gebod uitgevoerd of aangegeven wat zij mochten eten en wat zij niet mochten eten. En daarbij ook aangegeven aan als je eet van dit fruit wat symbolisch fruit is. Want het fruit is een filosofie, het is het
deelnemen aan het breken van de Almachtige Vaderse wetgeving, het ongehoorzaam zijn tot het naleven van de Almachtige Vaders wetgeving. Dat is de fruit waar het over spreekt. En de slang is nu bezig met het manipuleren van de vrouw om toch over te gaan tot het ongehoorzaam zijn tot de Almachtige Vader. En de vrouw is gevallen voor die trucage. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft de Almachtige Vader gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gij lieden zult den dood niet sterven. Dus de slang liegt. En dat is wat het systeem dus ook doet. Dat is wat de regering ook doet. Zij liegen de mensen voor en ze manipuleren ze om te lopen op het pad des zelfdestructie. Met daarbij de woorden dat zij daar zijn om jou te beschermen. Zij willen voorkomen dat deze zogenaamde ziekte die nu speelt in deze tijd zich niet moet uitbreiden, dusdanig gevaarlijk is en dat de mensen mee moeten gaan in het overgaan tot het nemen van de jab. Het zegt: maar de Almachtige Vader weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als een God wezen, kennende het goed en het kwaad. En dat is waar, want in die tijd had je de Adamieten. En de Adamieten is een hele groepering van mensen, voor in het geval dat mensen dat nog niet wisten. Want je hebt mensen die zeggen: Adam en Eva waren de enige. Dat is niet waar. Je had de Adamieten. Er was een hele groep mensen op dat moment aanwezig. En dat kun je ook weer terugvinden, als het goed is. Is het in Genesis hoofdstuk 5 of in hoofdstuk 6. Ik ga hier volgende les ga ik daar een video over maken. Maar wat hier nu gebeurde is, dus de vrouw is misleid, Eva is misleid door de serpent, door de slang. En zij heeft toen vervolgens van het fruit genomen, dat lees je nu zo meteen ook. En het zeggen: de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van het vrucht en at en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Dus in die tijd wisten zij alleen maar het goede, het naleven. Zij wisten alleen maar gehoorzaamheid naar de Almachtige Vader. En gehoorzaamheid naar de Almachtige Vader is het naleven van zijn geboden. Het naleven van zijn geboden betekent in dat zij in righteousness leefden. Zij waren niet ongehoorzaam, ze waren niet in zonde, zij deden niet het verkeerde. Enkel het juiste werd uitgevoerd op dat moment. Pas toen een slang hun had gemanipuleerd tot het nemen van het fruit, hebben zij deelgenomen van het ongehoorzaamheid zijn naar de Almachtige Vader. En dat is het moment waarop zonde in leven is gekomen. En we weten, de wages of sin, de payment, de betaling voor ongehoorzaamheid is de dood. En daarom zegt de scriptie ook van: op het moment dat jullie hiervan eten, als jullie als goden zijn, want de goden kennen het goede en het kwade. Zij kennen beide kanten. Maar op dat moment, voordat zij deelnamen van het fruit, kenden zij alleen maar het goede. Zij kenden het kwade niet. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23. Want de bezoldiging der zonde is de dood. De bezoldiging, de betaling voor zondes begaan is de dood. Maar de genadegift, de Almachtige Vader, is eeuwig leven door Yahweh Shai Mashiach, onze Heer. Maar op het lopen van het pad van de Almachtige Vader, leven volgens zijn geboden is onsterfelijkheid, is eeuwig leven. En dat is waar onze mensen naar terug moeten keren. Dus, Psalms 94 vers 20. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u verzelschappen, die moeite verdicht bij inzetting. Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. En dat is wat nu gebeurt. Dus degene die rechtvaardig zijn, degene die het goede willen, degene die inzien wat er gebeurt, hun worden gedemoniseerd. De mensen die onschuldig zijn, worden nu kapot gemaakt. De mensen die ervoor vallen om dit vaccin, om dit in te nemen. Wat gebeurt er met de mensen? Er is een scriptje die aangeeft in het boek Spreuken. Spreuken 14 vers 12. Het zegt: er is een weg die iemand recht schijnt,
maar het laatste van dien zijn wegen des doods. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van dien zijn wegen des doods. Er zijn een heleboel mensen die nu naar deze situatie kijken en die werkelijk overtuigd zijn door de input, door de propaganda, door de tirannie, door politici. Ze zijn overtuigd dat meegaan in wat hun wordt voorgesteld, wat hun wordt voorgespiegeld, dat dat de juiste weg is. Maar velen komen er op een tragische manier achter dat dit niet de weg was. Het was niet de weg. Maar dan is het al te laat, want dan zit het al in je lichaam. Het boek Jesaja hoofdstuk 32 vers 9. Dus je ziet wie er nu wordt getroffen. Wie er nu weer wordt aangevallen. Dit is een directe aanval op de ouderschap. Maar ook een aanval op de kinderen. Waarbij ze eerst aangaven dat de kinderen buiten schot bleven. En dat zij niet werden getroffen door deze ziekte. Maar nu wordt er toch een oproep gedaan om kinderen te vaccineren. Jesaja hoofdstuk 32 vers 9. Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem, gij dochteren die zo zeker zijt. Neemt mijn redenen ter ere. De Almachtige Vader spreekt tot de dochters van de dochters van Zion. Ja, de Hebreeuwse Israëlite vrouwen. De Almachtige Vader laat ze weten, keer terug, bekeer. Keer terug tot het lopen in mijn gebod, in mijn wetten, statuten en geboden. Leef mijn regels na en word beschermd van hetgene wat gaat komen. Dat is wat de Heer constant zegt tegen zijn mensen. Maar de staat waarin mensen nu in verkeren is ongehoorzaamheid, meegaan in de stroming van het systeem en ze zijn verblind. Dus het is een verblinde toestand waar ze nu in verkeren. En waarbij ze ook nog genot hebben in het doen van hetgene wat de Heer alleen maar kwader en kwader maakt. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn. Man, en je ziet het al op aarde hoe vele van ze worden getroffen door wat er nu speelt. Financieel. Op financieel front zie je mensen. Je ziet mensen letterlijk lijden. En de meeste mensen acteren alsof het nog wel gaat met ze. Maar je ziet mensen lijden. Die zo zeker zijn. Want de wijnoog zal uit zijn. Er zal geen inzameling komen. Ja, er zal geen inzameling komen. Dus hetgene wat men eerst nog altijd kon krijgen, komt nu op het spel te staan. Er wordt nu een beroep gedaan, of althans, ze zijn bezig met het kijken in hoeverre het is, in hoeverre het mogelijk is om dit toe te passen wat in Australië wordt toegepast. We gaan mensen inkorten op hun kinderbijslag. We gaan ze inkorten op hun toeslagen. Om ze zo aan te kunnen sporen tot het toch overgaan van het nemen van dit ding. Dit is hoe ze komen. En je moet begrijpen, we leven in Nederland. Mensen hier in Nederland, er zijn een heleboel mensen die afhankelijk zijn van voedselbanken. Er zijn mensen die schulden op schulden op schulden op schulden in de sanering zitten. Noem het allemaal maar op. Mensen lijden. Op het moment dat men ook nog gaat inkorten in dat kleine beetje wat mensen hebben, zorgt ervoor dat mensen wanhopig gaan worden. En wanneer mensen wanhopig worden en beslissingen gaan maken, gaan ze mee met hetgene wat daar is om hun te vernietigen. En de elite zijn hier zeer zeker op bedacht. Zij weten hoe mensen nu worden verdrukt. Zij weten hoe mensen lijden. Zij weten hoe belangrijk inkomen is voor mensen. Ook al zeker als je spreekt over dat soort toeslagen. Dit is precies waar ze hameren en hoe ze mensen kapot gaan maken. Daarom zegt de scriptures ook van de poor and needy. De poor and needy, de armen en de behoeftigden. Laat me die erbij pakken. Psalmen hoofdstuk 82. Psalmen 82 vers. Oké, laat me starten bij vers 1. Een psalm van Asaf, de Almachtige Vader staat in de vergadering goden. Zij oordeelt in het midden der goden. Hoe lang zult gij lieden onrecht oordelen en het aangezicht der goddelozen aannemen? Selah.
doet recht den armen en den wees, rechtvaardig den verdrukte en den armen, verlost den armen uit den behoeftige, rukt hem uit de goddeloze hand. En daarom is de verlosser nodig. We hebben een verlosser nodig en de verlosser is degene die gaat komen. De Heer gaat de verlosser sturen. Enkel degene die zichzelf conformeren aan de programma, aan de instructies van de Almachtige Vader, zullen beschermd en zullen verlost worden door de verlosser. Alles en iedereen dat niet loopt, niet luistert, niet doet wat ze moeten doen, zullen in de handen van de vijand worden bespeeld. En de Heer zal toelaten dat ze door het kwaad volledig worden geconsumeerd. Dus, weer terug bij Jesaja hoofdstuk 32, vers 10. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn. Gij dochters die zo zeker zijn, want de wijnoog zal uit zijn en er zal geen inzameling komen. Beeft gij geruste vrouwen, wees beroerd dochters die zo zeker zijn, want nu zijn vele van ze nog steeds zeker van hun zaak. Je hebt de fans-only accounts, ze hebben verschillende bronnen van inkomsten. Maar er zijn vrouwen in dit systeem die zeer zeker afhankelijk zijn van dit soort toeslagen. Die het dusdanig financieel moeilijk hebben dat dit soort toeslagen echt belangrijk zijn om het kop boven water te houden, laten we het zo zeggen. En nu wordt er al beraamd en wordt er gekeken van in hoeverre kunnen zij mensen zo ver krijgen tot het inkorten van dat soort toeslagen als zij niet meegaan in wat zij willen dat de mensen doen. Dit is hoe het kwaad te werk gaat. Beeft gij gerust, vrouw, wees beroerd. Dochters die zo zeker zijn, trekt u uit en ontbloot u en gooit zakken om uw lendenen. Men zou rouw klagen over de borst, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. De Almachtige Vader is degene die dit doet. Dit is in Hosea 2 vers 4. Want hun liedermoeder hoereert, die hen lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water en mijn wol en mijn vlas en mijn olie en mijn drank geven. Dit is de Almachtige Vader is getrouwd aan de Hebreeuwse Israëlieten. Wij zijn de vrouw van de Almachtige Vader op een spiritueel front. Op het moment dat wij de Almachtige Vader verloochenen en wij buigen tot idolen, spreken we over spirituele overspel wat er wordt gepleegd. En dat is de fase waar de meeste mensen nu in verkeren. Op het moment dat zij naar het islam gaan, naar het moderne christendom, naar hindoeïsme, boeddhisme of atheïsme of satanisme. Het is spirituele overspel, want ze geven zichzelf niet over door te buigen en te gehoorzamen aan de Almachtige Vader. Wordt ervoor zorgd dat deze mensen dus nu meer vertrouwen in de regering dan in plaats van de Almachtige Vader. En doordat ze nu vertrouwen in het systeem, in de regering, is jouw vertrouwen meer in het kwaad, in degene die buigen tot Satan, in plaats van tot het gehoorzamen en buigen tot de instructies van de Almachtige Vader, Jehovah. Het zegt daarom, ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen en ik zal een heining muur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. Dus de Almachtige Vader gaat er nu voor zorgen dat het vertrouwen die jij had in het systeem zich tegen jou gaat keren. De Almachtige Vader gaat nu de werkelijke horenen van het systeem laten zien en laten merken van, jij vertrouwde in het verkeerde. En nu zul je de consequenties moeten dragen voor hetgene wat je hebt gedaan. En dat doet hij door middel van het kwaad te laten zien of te gebruiken door alles wat zij kregen van hun af te nemen. En nu gaan mensen wenen, ze gaan huilen. Want zij vertrouwden in het systeem en ze dachten, waarom? De regering geeft om ons, maar nu gaan ze zien dat de regering helemaal niets om hen geeft. En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet na aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Want toen was het mij beter dan nu. Dus op het moment dat zij erachter komen dat het volgen van de regering
het volgen van het kwaad en je conformeren tot alles wat hun zeiden het niet is. Want ze nu lijden ze, ze verliezen alles. Nu zijn ze in een drastische situatie beland. Pas nu komen ze tot inkeer en dan zeggen ze, nee, we gaan nu terug naar de Heer. We gaan nu toch maar terug naar de Heer, want toen we bij de Heer waren, toen was het toch beter. Nu willen ze terugkeren. Het zegt, zij bekent toch niet dat ik haar met koren en denmost en olie gegeven heb en haar zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd. En mijn most op zijn gezette tijd. Ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas. Diende om haar naaktheid te bedekken. Precies. Dus de Almachtige Vader die heeft het kwaad gebruikt. Om onze mensen te testen. Degene die in het kwaad geloofden. Waren op dat moment zogenaamd in een comfort. Maar nadat het verdrukking kwam. Nadat het kwaad zichzelf toonde aan ze. Instrueerde het kwaad ze in een kant waarin zij misschien niet wilden gaan. En dat is deze tijd. Ja, de jab. De jab wordt nu gebruikt. En veel mensen zullen misschien nu... Velen gaan mee. Anderen die het zien zullen denken van... Nee, ik ga hier niet in mee. Op het moment dat men niet meegaat... Gaat men nu mensen strippen van hetgene wat ze kregen. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen haren boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Ja, want het is... De Almachtige Vader die dit doet. De Almachtige Vader controleert het goede en het kwade. Hij controleert het kwaad in het systeem. Hij domineert Satan. Dus op het moment dat de heersers op aarde buigen en Satan om hulp vragen, is het de Almachtige Vader die Satan instrueert hun te zeggen wat zij moeten horen. Snap je? Dus op het moment dat Satan wordt opgeroepen, geeft Satan aan wat de Almachtige Vader hem heeft verteld. En de elite geloven hetgene wat Satan hun vertelt. En hun denken dus dat zij de Almachtige Vader zullen overwinnen. Terwijl daar geen sprake van is. Terug bij het hoofdstuk Jesaja 30 vers 1. Wee den kinderen die afvallen. Spreekt de Heere om een raadslag te maken. Maar niet om mij. Precies, want mensen nemen nu het advies aan. Maar ze nemen niet het advies van de Almachtige Vader aan. In deze onderdrukking, in deze tirannie, in deze propaganda. In alles wat er nu speelt, hechten de mensen geen waarde aan wat er in de Bijbel staat geschreven, wat de Heer zegt. Men hecht alleen waarde aan wat het systeem zegt, de regering. En er is misschien een stroming die nu rondgaat over het enigszins bewust maken van wat er nu speelt. Truth speakers en de profeten die spreken. Maar in hoeverre hecht men waarde aan wat de Heer zegt dat je moet doen om beschermd te kunnen worden. Alleen die elect, er is een hele kleine groep die werkelijk doet wat de Almachtige Vader zegt dat ze moeten doen. En dat is die elect. Het zegt, om zich een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet. Ze vragen niet om het advies van de Almachtige Vader. Om zich te sterken met de macht van Farao. En hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Wat de regering is. Dat is deze machtspositie. Dus mensen. Daarom zie je ook dat veel mensen meegaan in hetgene wat bijvoorbeeld artsen, virologen, etcetera nu allemaal lopen te verkondigen. Omdat zij gaan mee in die machtsstroming. Ja, maar deze persoon is gestudeerd. Die weet wat hij zegt. Jij weet helemaal niks. Ik ga hierin mee. Maar ze weten niet en ze beseffen niet dat alles en iedereen in het systeem meewerkt aan hun agenda. Dat is wat er nu gebeurt. Dus zolang je niet inziet wat de agenda is, waar ze naar streven, val je ten prooie aan wat hier gebeurt. En daarom geeft de Most High, de Almachtige Vader, constant aan. Wees op je hoede, waak, kijk, bid en repeteer, weet je. Je moet rapporteren omtrent wat er plaatsvindt en mensen behoeden van de situatie die zich nu bespeelt, die zich nu afspeelt. En daar zijn er vele mensen niet op de hoogte van. Het zegt, want de sterkte van Farao zal uw lieden tot schaamte zijn en die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande. Precies, want jouw vertrouwen in het kwaad, in het systeem, in de regering gaat uiteindelijk erop neerkomen dat
je vertrouwen op het verkeerde. Het gaat leiden tot jouw destructie of de destructie van je dierbaren. En dat is wat de meeste mensen nu ondervinden. Ze dachten dat het de goede keuze was om dat ding te nemen. Nadat ze het hebben genomen, liggen ze nu op bed en ze doen de shaky shake ergens in hun bed. Vers 12. Het zegt daarom, zo zegt de heilige Israël, omdat gijlieden dit woord verwerpt en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steunt daarop, omdat onze mensen, ze vertrouwen op de onderdrukking, ze vertrouwen op de tirannie, ze vertrouwen op de politieke poppenkast die op is gezet. Ze vertrouwen in al die leugens die constant worden verkondigd onder de zogenaamde pretentie om mensen hun leven beter te maken, om zogenaamd terug te kunnen gaan naar hoe het allemaal was. Mensen geloven nog eerder al die leugens in plaats van onderzoek doen en ontdekken wat er werkelijk aan de hand is. Mensen hechten nog veel meer waarde aan kunnen reizen, naar festivals of weer naar de club kunnen gaan, in plaats van onderzoeken en begrijpen wat er in dat ding zit en wat het met jouw lichaam doet. Het is niet belangrijk voor ze. Het enige wat nog telt voor mensen is reizen, club, feesten, festival. En de elite zijn hier zeer zeker bedacht van, want zij analyseren, zij bestuderen de mensen. Zij weten precies hoe je mensen afbreekt en opbouwt. Ja, dit zijn mensen die hebben psychoanalyses gedaan, allemet. Zij weten hoe deze mensen in elkaar zitten. Zij weten hoe ze mensen af moeten breken en op moeten bouwen. En dat is wat je ziet. Je ziet dat veel mensen niet staan. Ze zijn zwak ingesteld. Ze doen geen onderzoek. Het gaat enkel om het kunnen feesten, het kunnen reizen, ten alle tijden. En als het betekent dat ze hun eigen leven moeten riskeren om te kunnen reizen, doen ze dat. Doen ze dat. Vers 13. Daarom zal ulieden deze misdaad zijn gelijk met een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur, welke breuk haastelijk in een ogenblik zal komen. Dus hun destructie zal plots komen omdat ze niet doorhebben dat ze spelen met vuur. Ze hebben het niet door. Want de fixatie is nog steeds op het behoeftige van hun eigen lusten. Hè? Feesten, reizen, naar de club of wat het ook betekent in hun leven. Ze nemen het. En sommigen ondervinden het binnen een korte tijd. Anderen ondervinden het na een langere periode. Dat is wat je gaat zien in deze tijd. Binnen een tijdsbestek van een aantal jaar zul je op grote schaal gaan zien dat er veel mensen komen te overlijden. Ja, en dat is gelinkt aan de keuze die deze mensen hebben gemaakt. Alle prijs naar de Almachtige Vader. Yahweh Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Ukakadash, Shalom.